Hi, mijn naam is Marije van de Wind en ik ben docent interieuradviseur op het Houten Meubileringscollege in Rotterdam. Waar gaat dit filmpje over? Nou, inmiddels is Kahoot algemeen goed geworden op MBO-opleidingen. Maar misschien gebruik jij nog een gratis account. Het professionele account heeft veel voordelen en kan jouw lessen wellicht speelse elementen geven die jou en je studenten gaan helpen. In dit filmpje laat ik die didactische meerwaarde zien. Ik gebruik zelf Kahoot als ik een lange les moet geven met veel theorie, in bijvoorbeeld een collegezaal met veel studenten. Door tussen de theorie elke keer vragen te stellen, moeten de studenten actief meedoen. Hoe ga je nou zo'n Kahoot maken? Ik neem je mee. Je hebt een professioneel account aangemaakt. Dan ga je naar create.kahoot.it en dan is dit je pagina. Nou, je kunt zien dat ik al een aantal Kahoots heb gemaakt. En hierin zie je wat ook mijn teamgenoten daarin hebben gedaan. Nou, ik ga heel simpel een nieuwe Kahoot maken. Nou, waarschijnlijk heb jij ook een heleboel lessen al wel eens voorbereid in een PowerPoint. En dat wordt ook de basis van deze nieuwe les. Nou, ik heb hier een nieuwe standaard quiz en daar ga ik mee aan de slag. Daar klik ik op dia toevoegen en dan ga ik dia's importeren. Nou, mijn les wordt een stijleerles met als thema Less is More. Hier kan een wachtmuziekje onder. Importeren voltooid. Nou, we gaan hier de geïmporteerde dia's bekijken. En wat je ziet is dat de hele PowerPoint van mijn les hierin staat. Nou, dit is een bestaande les die al jaren op deze manier gegeven wordt. En die ga ik bewerken. Nou, dit is de eerste pagina. Die ga ik ook aan het begin doen. En hier kan ik dan een eerste vraag gaan toevoegen. En nou, een vraag bijvoorbeeld zou kunnen zijn: wat is modern? Gelijk een super moeilijke vraag. En je kunt hier standaard afbeeldingen toevoegen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat Google bij modern zegt. Want is dat ook daadwerkelijk zo? Nou, bijvoorbeeld iets wat heel nieuw is. Nou, dit zou bijvoorbeeld een vraag kunnen zijn. Nou, je hebt hier 20 seconden standaard puntentelling. En nou, omdat dit nog geen kennisvraag is, zou ik hier geen punten aan willen geven. Omdat dit eigenlijk een eerste associatie zijn. Dus dat heeft nog niet zoveel zin om daar al punten aan te geven. Nou, één juist antwoord. Nou, misschien kunnen ze wel meervoudige selectie. Zo kan je dus per vraag dit aangeven. In deze les vertel ik bijvoorbeeld iets over verschillende stijlperiodes. Nou, dan zou ik bijvoorbeeld een puzzelvraag kunnen gaan toevoegen. Nou, als ik hier onderaan mijn dia's scroll, dan kan ik hier vraag toevoegen in gaan voegen. En bijvoorbeeld een puzzelvraag toevoegen. En dan zou mijn vraag hier kunnen zijn: zet de stijlperiodes in goede volgorde. En dan zet ik ze hier in de goede volgorde. Nou, denk bijvoorbeeld aan volgorde van tijd. Nou, leuke afbeeldingen erbij. De student krijgt dan tussen de beelden door een vraag. En die moet dan door de kleurtjes in de juiste volgorde te zetten
ook de tijden in de juiste volgorde te zetten. Nou, zo'n vraag, nou, die kun je dus een iets langere tijdslimiet geven als een quiz. Ja, en hier vertel ik ook iets over, dus die wil ik dan wel punten aangeven. Nou, dit is dan tussendoor, tussen de les door, kan ik dan zo'n vraag stellen. Nou, en dan bijvoorbeeld na de volgende sheet kan ik weer een vraag toevoegen. Nou, dan zou ik bijvoorbeeld hier een kort antwoord als ik een open vraag wil. Nou, zo zie je dat ik dus mijn les afwissel met een aantal vragen. Nou, zo zie je dat ik heel simpel met een bestaande PowerPoint een aantal vragen tussendoor stel en dan zo'n les echt wel wat speelser maak. En zeker als je in een grote groep veel theorie moet geven, je ze echt betrokken maakt en zodat ze ja, bij de les blijven en ook graag mee willen blijven doen. Nou, hier kun je nog bij de titel een titel invoeren. Nou, deze les heet Less is More. En ik vind het nog wel leuk omdat ik de les in een groot auditorium geef en de studenten even moeten wachten bij het binnenkomen dat er al een filmpje aanstaat. Ik heb hier een filmpje. Linkje, zodat ze daarmee kunnen wachten. Dit is een stijleerles. Ik maak hem hiermee klaar. Dan ga ik hem opslaan. En nou, hier geeft hij gelijk aan van, hé, je hebt nog iets niet gedaan. Ga ik even checken. Dus zo zie je dat je heel gemakkelijk een les door wat vragen toe te voegen in een bestaande PowerPoint echt een speels element toevoegt aan jouw les en de studenten ook helemaal erbij blijven en geactiveerd blijven. Dus dat lijkt me een hele mooie didactische meerwaarde. Nou, wil je er ook mee experimenteren? Heel veel succes en tot ziens!